dan, beste partijgenoten, de uitslag. De opkomst was 62%. Daarvan is uitgebracht 54,5% op Lodewijk Asscher. En 45,5% op Diederik Samson. Dat betekent dat de hoofdlijsttrekker van de Partij van de Arbeid zal zijn Lodewijk Asscher. Vier jaar lang mocht ik uw politiek leider zijn. Dat was een enorme eer. En ik heb iedere dag alles gegeven. En ik heb van iedere dag genoten. Nou ja, bijna iedere dag. Ik zal maandag terugtreden als fractievoorzitter en als Kamerlid. Want ik laat nu de ruimte aan nieuw leiderschap. Uiteraard blijf ik voor altijd betrokken en dienstbaar aan deze prachtige partij die mij zoveel heeft gegeven. Maar het is nu aan anderen. Het gaat u goed. Nederland heeft op 15 maart een sterke Partij van de Arbeid. Wij hebben elkaar nodig. Het land heeft jullie nodig. Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn. Dank jullie wel.